moet je van aan de kant. Zo kan dat niet. Kijk eens wat we doen. Hé? Doei, manneke. Geniet nog maar even. Hé, hallo. Hallo, schoonheid. Hallo, schoonheid. Je liet me schrikken. Ja, lieve vrienden, ik ben vreselijk, vreselijk laat, maar dat heeft ook wel de oorzaak. Ja, vannacht hield mijn televisie er ineens mee uit. Geen televisie meer. Ik krijg wat dus hier daar weer mee gehangen, van wat is er aan de hand. En er stond er wel op dat je de kabels, et cetera, moet nakijken. Ik denk, mijn kabels zitten goed, dus er komt niemand aan, weet je. En mijn internet werd traag en trager en trager. Nou, niet leuk meer. En op een gegeven moment werd ik uit Facebook geknikkerd. Dus ik wilde weer terug naartoe. Ja, dacht je dat? Nee, ze konden dat weer niet vinden, de Google. Nou, geen internet dus. Vanochtend nog niet hoor. Nee, sinds net heb ik weer internet. Nou ja, dan word je boos hoor. Ja, je wordt echt boos. Deze is voor Gandalf. Ja, voor Gandalf. En dan ga jij mee naar de hal. Ja, ik kom zo terug. Ja, ja, zo maar. Ja, zo maar. Ja, pa. Zo, wens ik jullie allemaal natuurlijk een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog die een beetje warrig begint. Van Corina en de Beestenbol. Ook moet ik voor Rijken nog even klaarmaken. En Sandra Urban van Cerelo is onderweg hier naartoe. Dus ja, dat komt ook allemaal goed. Ik moet ook een bakje vlees uit de vriezer halen voor Rijken. Dat doen we ook maar gelijk. En die zetten we dan weer. Nee, die moet eruit. Die heeft vanavond weer nodig. Ja. Ja, er werd mij gevraagd of dit van smuldier was. Nou ja, dat klopt, van smuldier. Dus ja. Hup. Dan gaat dat ook even onder de kraan. Zo meteen eerst dat eruit halen. Zo. Hup. Even omspoelen. Dan gaat het zo stinken in de vuilnisbak en dat wil je niet hebben. En dan gaat het weer eerst het zakje terug. En ook in deze zak gaat het terug. En dan kan die erbij. Hup, nog meer afval. Nee, dan gaat er een knoop erop. Die kan uit. Zo. Nee, Gandalf die is nog lekker binnen. Die mag er nog wel uit, maar voordat de echte storm begint vanavond, is die binnen. En die begint rond een uur of 22, stond er in de gegevens. Dus ja, dat... Daar hou ik me gewoon aan. Hij is gewoon vanavond lekker binnen. Nou zit je lekker te smikkelen en te smullen. Maar gaan eten. En dat moet kunnen. Ja. Nou ja, Sander die kant zei ik. En ik moet weer renderen. Oh, want ik loop op achter. Ja. Dus. Maar dat maakt niet uit. Dat gaat morsen, maar nee dus. Hup. Zo. Handjes even achterover, die zijn ook wat nat. Ja, mijn vinger doet zeer. Maar ja, het gaat ook wel weer over dat ik een oud kereltje ben en anders maar niet. Ja toch? Ja. Nou, dan zetten we die ook neer.
voor Rijka, eten meisje. Kom je eten? Eten. Vrouwtje moet ook nog eten. We willen nou nog eten. En dat om 14:45. Nou ja, eten vanavond ook wat later. Ja hoor. Dat hij wanneer je alleen nog bent en andere dingen allemaal doet. En ik ben met de Rijken uit geweest in de stromende regen. Gelijk even mijn tweedehands nieuwe jas uitgeprobeerd. Ik heb een tijd geleden heb ik toch tweedehands jassen gekocht. Nou, één is een lange regenjas. En die hebben we even uitgeprobeerd. Zo. Wat hoort het nou? Nee. Echt niet. Echt niet. Nee hoor. Nee. Even wachten. Jij wil naar buiten? Ja, hè? Jij wilt weer naar buiten, hè, Gandalfie? Dan moet je van aan de kant, zo kan dat niet. Kijk eens wat we doen. Hé? Doei, manneke. Geniet nog maar even. Hé? Geniet nog maar even. Maak nou nog. En dan zet ik die toch op dat haak, want het is in huis nog steeds heet. Ja, dat wil je niet weten. Althans, ik vind het heet. Ik weet niet hoeveel graden het is. Oh, moet dan 23, dus het valt nog wel mee, ook de hitte. Maar ja, even frisse lucht erin, dus. Zo warm heb ik het 20 op, maar ja, ik heb het zelf nog warm. Nou, die is ook maf. Die heeft amper gegeten. Nee, ze zal toch denk ik daar weer naartoe willen of zo. Of wil je dat niet meer? Ja, heb jij even pech? Daar kan jij lekker niet door weg. Nee, dat gaat het hem niet worden. Hé, dametje? Dus je wilt weer deze kant op verhuizen? Ga ik de wc-deksel schoonmaken en eventjes de wc weer dicht doen. Ja, moet ook gebeuren. Maar ja, dat is makkelijk. We nemen gewoon het pakje mee. En dan gaan we even op de stoel erheen. Hup. Wow, kijk eens wat ze er een puin op van maakt. Dat komt van een poesjebeestje. Ja, dat komt door een poesjebeestje. Ho, oh jee, oh jee, oh jee, oh jee, wat doe ik nou? Ja, nou weet ik het even niet. Er ging eventjes wat los van mijn tripod. Ja, daar kan ik niks aan doen. Ik wil jullie laten kampen, maar dat wil niet. 1, 2, 3. Nee, dat wil niet. Nou, is niet leuk. Nee, echt niet. Ik denk dat laat ik jullie eventjes zien. Maar kan dat hier al? Nee, ook niet. En als ik dat zo doe, kan dat wel. Ja. Zo, maak ik hem eventjes. Oh. En schoon, wat uw kunstgebied, zeggen ze dan toch? Schoon is uw kunstgebied. Nog even een doekje. Hop. Oh, dat is ook klaar. Kijk, en morgen komt Rebecca weer. Kijk, Rebecca, ik heb al zo vaak gezegd, haal dat er even af. Maar, als ze vergeet het, anders staat er krasjes op. Nou, klaar.
Ja toch? Netjes toch? Jullie zo. Simpel zat. Nou is dat weer schoon. Nou, morgen wordt de hele wc weer gedaan. Dus ook het kleedje. Nou, dan kan die dicht. Ja, amoula. Ik heb het net schoon. Doei. Laat je eten hier wel staan. Of zal ik die ook zo naar de kamer halen? Nou ja. Ja, dan mag je ook eten. Dat zit toch niet veel meer in. Zo, die twee even weg. Hehe. Zo, ook weer gedaan. Ja, nou, is toch schoon. Ja, toch? Waar die doekjes al niet goed voor zijn. Daar zijn ze voor. Ja. Daar zijn ze voor, toch? Vochtige allesreinigingsdoekjes. Dus, ja, moet kunnen. En dat bij de winkel vandaan die ermee ophouden, hè? Waar ik zo verdrietig om ben. Ja. Ja, ik zal jouw bakje ook halen, schat. Ik moet even zakken met mijn stoel. Ik zit een beetje te hoog. Ja, ik moet nog zelf eten. Maar ik heb helemaal geen zin in eten. Ik heb zin in koffie. Ja, zo doen we dat. Gaat deurtje dicht. Anders ben ik bang dat die dame daar op de bank naar boven vliegt in een onbewaakt ogenblik. En dat willen we maar niet hebben, hè? Zo, nou, ook weer gedaan. Water had gekookt, zeg ik. Dus gaan we daar achteraan. Dat is koffie in het kopje doen. Eerst maar koffie. Maar ik ben blij dat mijn internet het weer doet. Wat een ramp. Oké, toch nagaan. Wat moeten mensen tegenwoordig zonder internet? En dan ook te begrijpen dat er mensen zijn die nog steeds ook geen internet hebben. Ja? Maar alles wordt momenteel via internet gedaan. Dus ja, hoe dat moet, ik weet niet. En gisteren had ik er eentje van 62 jaar, sprak ik. Hier buiten was ik, oh ja, met de Rijka was ik aan het wandelen. Die had ook geen internet, had er ook geen behoefte aan. Ik zei, je weet niet wat je mist. Ik zei, dit gaat per internet, ik zei, dat gaat per internet, dit gaat per internet. Ik zei, dat kan jij tegenwoordig niet meer zo doen. Als je het klopt, dan ben ik best boos om. Ik zei, ja, ik zei, moet je internet nemen. Ik zeg, al is maar een laptop, ik zeg, of zo'n mobiel. Ik zeg, dat maakt niet uit. Ik zeg, dat leer je vanzelf wel. Ik zeg, maar ik zelf hoef het niet met mijn mobiel te leren. Ik zeg, want ik heb een hele computer staan. Ik zeg, dus dat is voor mij veel makkelijker. Maar ja, ik hoorde het een en het ander binnenkomen, dus gaan we even checken. Zie je, ik heb wat is app, Sandra Urban. Oké. Eerst naar de deken. Ja, allemaal naar de deken. Oh, uitleg geven hoe de editen met Adobe. Nou, even een filmpje gaan moeten we bekijken. En dat is uitleg hoe ze editen met Adobe. Nou, dat gaan we eventjes doen. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Het is hier over het hele land, denk ik, slecht weer. Het is niet koud te noemen, vind ik. Ik had enkel dit dunne jasje aan. Maar ik had mijn regenjas eroverheen. Nou, een regenjas is ook niet dik. Er zit geen voering in, niks. Dat is gewoon enkel dat spul waar het van gemaakt is en meer niet. Maar die dingen, die zweten altijd zo. Lekker, hè? Ja, kennen ze niet iets verzinnen waar je niet in zweet? Net zoals zomerjassen, haal die nylon voering eruit, want nylon dan zweet je. Doe er desnoods een katoenen voering erin, dat zweet niet. Gosje dikke man, verzin daar wat op, ja. Ik zit zelfs nou te zweten, jeetje mina. Maar ja, wat doe je er al twee keer niks? Nee. Maar oké, lieve vrienden,
Ik had eigenlijk vandaag mijn lange jurk weer aan willen doen met mijn ballonbroek, maar met dit weer, het wordt zo vies en nat, ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, ik heb mijn schort voor, dus dat wil zeggen dat ik met mijn eten bezig ben. En het is 18:59 en ja, nog steeds op 25 augustus, ja. Mijn diertjes zijn allemaal binnen. Ik ben net met Rijke uit geweest. En het waait al behoorlijk, maar nog niet echt zo hard dat je wegwaait. Nee, dat moet nog allemaal komen, hè. Hey, hallo. Hallo, schoonheid. Hallo, schoonheid. Je liet me schrikken. Jo, wat voor dikkie. Ja, en daar staat een soeppan. Maar geen zuur erin, nee. Maar wel lekker eten. En dat gaat op mijn bordje. En het is bijna klaar. Ik zal het even lager zetten. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Het is heerlijk. Het ruikt ook heerlijk. Maar dat gaat op mijn bordje. En dan wordt het een smullen. Ja, oh, dat gaat niet. Even zo. Dan zien jullie niet. Nou, die kan uit. Je moet even weer een lappe pan hebben. Of wel een pannenlap. Zo, even los. Mijn bril beslaat. Geen nagaan. Zo. Lekker. Ja. Lekker. Dan ga ik morgen nog een beetje. Ja. Het is te veel voor één keer. Het is een maaltje voor twee personen. Het zit in zo'n zak van Avito. Was in de aanbieding. Dus ja, wat let je dan om er eentje, om er twee te nemen? Dat was één gratis, dus ja, dan pak je dat wel mee, die winst. Nou, lekker happy. Ja, ben er blij mee. Ik ga lekker in de slontaal zitten. Daar staat al een glas wijn klaar en mijn koffie. Plees met pleg klaar en mijn bestek ligt klaar. Dus ja, ik neem het zo mee. Hopla, en klaar. Ik zou zeggen, een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Ook uiteraard voor later op de avond wel trusten met mooie dromen. En probeer morgen wel gezond uit je bed te komen. En maak morgen weer een prachtige dag ervan. Of het dan regent, stormt, hagelt, sneeuwt of weet ik veel wat. Maak er jou van. Ja, maak gewoon voor jou een mooie dag ervan. Ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Doei!